Yo mensen, welkom terug bij een nieuwe video. Vandaag met No Man's Sky. Ik wil jullie graag een hele makkelijke, kleine, glitchy, duplicate, shitty laten zien. En ja, zoals jullie zien, ik zit hier gewoon op een planeetje met een gekke handelsplekje. Daar vind ik het slimste, want dan alles wat je geduped hebt, kan je gelijk verkopen. Wat je nodig hebt is... Nou, is dit dan. Draagbare rivernij, Raffinaderij, weet ik dat. Nou, daar heb je er 3 van nodig. Wat je het eerste doet, is naar de officiële. Nou, die zet ik dan voor even deze video. Zet ik in de lijn. Kijk, makkelijk onthouden. Dan ga je in de inventory. Nou, in dit geval heb ik al gekeken of de glitch werkt. En nou ja, hij doet het zeker. Nou, ik heb ergens op een levenloze planeet een larvenkern gevonden. Nou, die verkoop voor bijna 500.000. Dat is wel mooi. Nou, dan gooi ik daar de 5 in. Wat je dan het volgende doet. Je pakt de volgende. Je zet hem zo dicht mogelijk in elkaar. En dan doe je achter hem. Doe je dat ook. Nou, oh, moet je er niet in gaan staan. Kom op. Zo. Nou. Het werkt alleen met 3 machines. De middelste is het basis. En de rest neemt het over. Dus dan ga je eerst in de eerste. Nou, kieken. 5 stuks, pak je er gewoon uit. Heb je hem gepakt, ga je eruit. Haal je hem gelijk weg. Anders doet het hier niet. Dan ga je hier naar de andere kant. Boom, kijk eens. Nog meer. Hoppatee, pak je er nog wat uit. Verwijder je hem ook gelijk. En dan ga je in de officiële en bats. Waar ik ben achtergekomen is, de officiële, je moet hem eruit halen. Dan pas kan je hem weer terug in doen om de glitch opnieuw te doen. Nou, ah, en dan doe je weer dit. Zet je weer tegenaan. Hoppatee. En... Even snel. Kom maar op. Hoppatee. Nou, en dan ga je er weer gelijk in. En boom. En weer. En dan doe ik daar weer in. Pak je hem op. En dan ga je naar de volgende. Dus zeg maar, nou... Elke 5 van die larvenkerns is 500.000, zeg maar. Ja, iedere keer kan ik 1 miljoen credits gratis dupen. En dan pak je hem weer op. Nou, mijn inventory zit vol. Maar dan pak je hem op. En dan zie je hem hier al op. En dan gelijk, omdat ik hier een handelsportal heb gezet. Hier ben ik aan het dupen. Kan ik gelijk hier naartoe. En dan lekker alles verkopen. Nou, 65 zussen heb ik gedaan. Dus voor 5,5 miljoen. Hoppatee. En dan krijg je weer lekker veel monies. Het werkt niet alleen voor de edits. Het werkt niet alleen voor de larvenkerns. Het werkt voor alles. Dus ik ga hier erin. Pak die dan wel even snel op. Nou, even kijken waar heb ik zin om te hebben. Nou, laten we zeggen... Pak een beet goud. Ik gooi goud erin. Als je dit hebt, weet je, gooi er gewoon wat koolstof in. Er zit hier 150 koolstof in. Hier zit er 75 goud in. Je gaat verder. Je pakt deze weer. Je pleurt die er weer op. En je pleurt. Kom op, die er weer op. En dan ga je daarin. Zoals je ziet, hij zit hier vol. Zoals je ziet, hier heb je goud. Je pak je goud, je doe je inventory en je gaat eruit. Dan pak je de machine op en bats. Je krijgt je 150 koolstof weer terug. Dan rijden we naar een andere machine. Hier heb je weer je goud. Pak je die lekker op. Hier heb je nog steeds een volle tank. Ga je daar weer uit. En pak er weer op en bats. Weer 150 koolstof. Nou, dan ga je hier weer in. Hier heb je ook weer je goud. Je officiële goud die je er net in hebt gegooid. En boom. Die pak je op. En dan zoals je ziet, ik heb 225 goud. Ik had 75 goud. En koolstof, 250 plus 150 is extra koolstof. Dat kan je niet alleen doen met goud. Kan je ook doen met geïsoleerde kobalt of normale kobalt. Kan je doen met koolstof, zuurstof, chromisch metaal, koper. Van alles. Je kan het zelfs doen met machines. Je kan deze, kan je ook gewoon dupen. Zover ik ben... tegengekomen kan je gewoon alles dupen wat je hier gewoon in kan gooien. Wil je ammunition hebben, gooi er ammunition in, bats, je hebt hem geduwd. Wil je wat anders erin, bats, je hebt hem geduwd. Alleen ik ben er niet achter. Nee, ja, dat was het eigenlijk.
Nou, dat was er eens. Ik wou wat anders zeggen, maar dat hoort er totaal niet bij. Nou, ik zou zeggen, bedankt voor het kijken, mensen. Dit was een heel klein videootje met een makkelijke glitch. Dus als jullie nog maar Sky hebben en jullie willen een beginnetje maken, waarom niet, weet je. Ik zou dit niet de hele game doen, want dat verpest die game. Dus ik zou zeggen, bedankt voor het kijken en tot de volgende keer.